NDP-fractieleider Robin Permisser vraagt dat de president uitleg komt geven over een lening van 2 miljard Amerikaanse dollar die de staat van plan is te nemen. Permisser zegt dat er op 10 januari een Memorandum of Understanding is ondertekend met een Italiaanse onderneming. Daarbij zou er een staatsgarantie van 4 miljard US dollar zijn gegeven voor deze lening met een looptijd van 20 jaar en een overgangsperiode van 5 jaar. Maar de lening op zich, ja, wat wij willen aangaan, dat is voor 2 miljard en een looptijd van 20 jaar, dan kom je op 4 miljard. En dan hebben we hier, voorzitter, te maken met een situatie van toen deze zaak behandelde over surfing en noem maar op. En dan vragen we ons af dat er aantal nog mogelijke relevante documenten zullen zijn aanvullend op dit dossier. Dat vragen we aan de regering, via u, voorzitter, dat alle aanvullende relevante documenten ons gestuurd worden, voorzitter. Permisser wil weten of er een regeringsbesluit hiervoor is genomen. Hij wijst erop dat de minister van Financiën en Planning deze documenten heeft ondertekend namens de Centrale Bank van Suriname. Er is ook een ondertekeningsbonus in het document opgenomen van 120 miljoen US dollar. Is er een due diligence studie gedaan, de afkomst van de mensen, de organisatie MAEC 87 SRL, daar willen we dan hebben, voorzitter. Wat is die organisatie? Er is heel opvallend dat zaken getekend worden, dat een bankrekening wordt gegeven van Surfing NV. En de bank is in New York gevestigd, aan de Liberty Street, New York, New York. Surfing NV, bij navraag, dat bestaat niet bij ons. In de boeken van KKF vanmorgen nog ben ik uittreksels gaan zoeken. Dat is er niet, voorzitter. Dus al met al komt het bij ons over dat er sprake is van een privélening, privérekening, maar dan met een staatsgarantie, voorzitter. Ja, we willen duidelijkheid hierover hebben, voorzitter. Permisser overhandigde het document aan de voorzitter van de Nationale Assemblée en hoopt dat de regering spoedig zal ingaan op deze kwestie.